Joop en Els zijn meer dan 60 jaar getrouwd en hebben samen 4 kinderen. Tijdens hun vakantie in Frankrijk in 2006 merkte Joop dat Els de weg niet meer wist en ze niet meer de kaart kon lezen, terwijl ze dit normaal gesproken wel altijd kon. Een jaar later werd uiteindelijk de diagnose Alzheimer vastgesteld. Op een gegeven moment veranderde haar gedrag en werd ze agressief naar Joop toe. Daarnaast kon Joop haar inmiddels niet meer alleen laten, zo vertelt hij. Nou ja, dat was natuurlijk een rampenplan zoals je had. Ze ramde, ze schold, ze vloekte, ze zat aan het gas te draaien. Ingeborg heeft een jaar opgepast tijdens het koken. Als ik het gas aanzette, zetten zij het laag of zetten ze het uit of omgekeerd. Om Joop meer lucht te geven, werd besloten dat Els een aantal keer in de week naar dagbesteding moest. Het is een paar jaar naar dagbesteding geweest. Maar dat is ook niet alles hoor. Ik bedoel, als je geluk hebt, wordt ze om 9 uur gehaald. En als je geen geluk hebt, dan wordt ze om 9:30 gehaald. En 's middags om rond een uur of 4 is precies hetzelfde. Dus je bent een paar uur vrij, maar je gaat niet een dagje naar Friesland. In de zomer van 2014 kon Joop de zorg van Els niet meer aan. Na jarenlang dag in dag uit voor Els te hebben gezorgd, moest Els naar een woningstelling. Hier heeft Joop nog steeds moeite mee. Zo heeft hij schuldgevoelens naar Els. Ja, die hou je wel. Ja. Vandaar we er ook zo vaak heen gaan. Hoe vaak ga je er nog naartoe? Ze krijgt elke dag bezoek. Dus voor mij is het 4 keer, 5 keer. En wat doe je dan met haar als je Niks. Daar bent? De hand vasthouden, of haar bolletjes strijken. Even haar haar kammen. Nee, soms even een stukje lopen met haar. En wat is er dan veranderd in jullie relatie sinds de diagnose? Nou, dat je niet je echtgenoot meer is, hè. Ze is er. Dus is ze ook weer niet? Zo is het. Ja. Ze zit er. Ja. Nee, het echtgenoot moet je vergeten.